Hallo, in deze les gaan we kijken naar de ribbon in Excel. Hierbovenin zien we de ribbon, de grote strook aan de bovenkant met alle knoppen erop. De ribbon bestaat uit een aantal onderdelen. Het eerste is de Quick Toolbar. Daar staan een paar standaard buttons die ik snel kan gebruiken. Ik kan er ook andere buttons bij zetten als ik wil. Het tweede zijn de tabs. File, een eigen button met eigen menu. Dan Home, een tab. Insert, Page Layout, Formulas. Het is net als een tabblad in een mapje. Dus je ziet dat als ik klik op Page Layout, veranderen alle buttons hieronder. Verder is er nog Data, Review en View. Power Pivot heb ik apart geïnstalleerd, dus die zit standaard niet in jouw Excel. Elke tab heeft dus zijn eigen buttons en die buttons zijn onderverdeeld in groepen. Laten we even kijken naar zo'n groep. Bijvoorbeeld hierbovenin de groep Home, sorry, de tab Home, met daarin de groep Font. Hier is de naam van deze groep. En hier is een lijn die geeft het begin aan en deze lijn geeft het einde aan. Alle buttons die hier tussen die lijnen staan, die hebben te maken met het font. Ja, bijvoorbeeld het soort font, lettertype, de grootte, maar ook zo'n button als Increase Font Size. Als ik mijn muis even stilhoud op zo'n button, dan zie ik een uitleg wat het doet. Make your text a bit bigger. En dan heb je natuurlijk ook Make your text a bit smaller. Nou, we kunnen dat ook eventjes demonstreren. Make your text bigger, make your text smaller. Dus dit zijn de buttons in de groep. Ik heb dus de tab home met daarin de groep font en daarin een aantal buttons. De meeste van deze groepen hebben ook nog een extra klein knopje hier. Die is om nog wat meer opties te zien voor font, want niet alles past als button in deze groep. Dus hier heb ik echt alle opties die ik kan gebruiken. Met Escape kom ik daar weer uit. Nou, als ik dus op zoek ben naar een bepaalde button en ik weet niet welke het is, dan kan ik wel heel goed nadenken over waar zou het nou bij horen. Als ik bijvoorbeeld iets wil optellen, nou misschien moet ik dan een formule gebruiken. Als ik iets wil doen wat ik heel vaak zou gaan doen, ja, dan zou ik naar Home gaan. Dan bijvoorbeeld Cut, Copy, Paste. Ja, dat staat natuurlijk als allereerste optie onder Home. Het zijn veel gebruikte opties. Als ik wil gaan inzoomen, logischerwijs, ga ik naar View. Dus denk altijd eerst goed na, waar zou ik logischerwijs die button kunnen vinden, die functie die ik zoek. Nou, in de opdracht is jouw opdracht om even te kijken, waar kan ik bepaalde buttons vinden? Nou, hier is een voorbeeld van zo'n opdracht. Dus niet precies dezelfde als die je in Schoology ziet. Maar ik zoek bijvoorbeeld deze button en ik zie het staat op de tab View. Dat is hier al aangegeven. Laat ik even naar View gaan hier. Ja, even aan de linkerkant zetten. Het staat in de groep Zoom. Dat kan ik ook zien. Zoom hier. En daarin is de naam Zoom to Selection. Het staat er ook bij, maar het staat er niet altijd bij. Hè? Sommige van die buttons hebben gewoon alleen maar een knopje, zoals deze. En als ik dan mijn muis even stilhoud, dan zie ik ook de naam. Dit is bijvoorbeeld Split. Dan gaan we naar die tweede button. Dus de vraag, waar staat die button dan? Ja, ik weet het niet. Ik kan wel heel duidelijk zien, het ziet eruit als een soort sheet of workbook. Dus nou ja, misschien staat het ook op View. Ik kan even gaan zoeken, hè. Ja. Ik zie hem niet direct, maar misschien, dat kan ook, staat hij onder zo'n drop-down. Dat kan ook nog, hè? Want als er weinig ruimte is voor Excel, dan gebruikt hij zo'n drop-down. Nou ga ik naar de volgende, Review. En het is handig om je venster wat groter te maken, want dan zie je ook wat meer. Hè? Kijk, nu valt het meteen op, hier is hij al. Ik denk dat we het hebben over Protect Sheet. Ja, een klein slotje. En wat kan ook Protect Workbook zijn? Eén van de twee. Ah nee, want bij Protect Workbook zie ik twee lijntjes. Even voor de duidelijkheid. Ik zal
Even verder inzoomen. Kijk, hier zie je het heel duidelijk. Hè? Hier zijn twee lijntjes, dat zijn twee sheets. En hier zie ik maar één sheet. Dus die button, dat is Protect Sheet. En dat kan ik dan ook invullen. En op welke groep vind ik dat dan? Want de tab heb ik aangegeven. De tab weet ik nu. Dit staat op de tab Review. Even goed in dan, Review. En op welke groep staat het dan? Het staat onder de groep Changes. Let goed op die lijntjes, hè, dan kan je het zien. In het midden staat Changes. Dus de groep is hier Changes. En de naam is dus Protect Sheet. Nou, nu heb je een beetje gezien hoe je deze opdracht zou moeten uitvoeren. Uiteindelijk moet je dat in Excel maken. Hoe het uiterlijk is, dat maakt niet zo heel veel uit. Je kan het gewoon invullen hier met typen. Dus dat is de tab, dat is de group, dat is de name. En dan voor de eerste button geef je aan. Oké, dit is die tab, die group en die name. Je hoeft de icon zelf hier niet op te nemen. Je mag op zich ook in de opdracht, opdracht 2, de template gebruiken. Er zit een template bij. Die kan je downloaden en openen. En daar zitten de buttons direct in. Let wel op dat je dan dat eventjes kopieert in jouw eigen opdracht. Ja, dat kan met copy en paste. Dan moet je de plaatjes even apart kopiëren waarschijnlijk. Kijk, enable editing. Ah, nee, daar komen ze al. Let dan wel op dat je de rijen allemaal groot genoeg maakt om die icons te laten zien. Ja, het moet er netjes uitzien. Hè? Kijk, nu past het allemaal. Dus die rijen moeten allemaal wat groter gemaakt. En dat heb je al geleerd in de vorige video. Dat kan door selecteren en vervolgens een beetje trekken aan die lijn. Ja, en dan ben je klaar om je opdracht te beginnen. Oké, ik hoop dat dit duidelijk was en succes met de opdracht.